vandaag ga ik weer koersen. Maar pas vanavond in Woerden, de nacht van Woerden om precies te zijn. En nu ben ik even los aan het fietsen. En wie herkent deze weg waar ik nu sta? Dit is echt een supermooi plekje. Dit is een van mijn lievelingsweggetjes. Het is tussen Heleneveen en Greensveen. En mocht je hier ooit in de buurt trainen, dan is dit echt een weggetje die je gezien moet hebben. Ik ga even verder met fietsen. Op dit moment ben ik onderweg naar Nijmegen. Ik ga Jos ophalen. De man die altijd met mij meegaat. Die vandaag ook weer in de post zal staan en mij zal supporteren. Dus het is 3 uur bijna. En de wedstrijd is vanavond 7:50. Dus ik heb nog wel eventjes. Maar vanwege de files en zo is het wel verstandig om op tijd aan te rijden. Nou, ik heb vanochtend dus lekker gefietst, dat hebben jullie gezien. Vervolgens heb ik lekker gekookt. Dit keer heb ik spaghetti gemaakt, heerlijk. En toen heb ik lekker een uur geslapen. Dus wat een dag voor een koers, heerlijk. Ik heb ervan genoten. Nou, in ieder geval, nu gaat het een beetje regenen. Dus dat kan daar nog ook wel eens een keertje glibberig worden. Het ziet er nog donker uit. Dus ik ben echt nieuwsgierig naar hoe het zal zijn en hoe het gaat. Ik hoop dat ik iets meer lucht krijg als de andere keren, maar we zullen het zien. Zien jullie de regenboog? Dat betekent ook dat het ergens regent. Come on, Sonne! Ja, gaat goed! Het is eigenlijk best wel raar om gewoon s'avonds om 7:50 om precies te zijn een wedstrijd te rijden. De hele dag wachten om s'avonds te mogen knallen. Nou, het rare vind ik zelf ook altijd van de nacht van Woerden is dat je met het daglicht het parcours verkent en dan start je in één keer aan. Ja, dan is het in één keer donker en dan staan er lichten, lampen en dan is het weer schaduwlicht. En dan was het vandaag nog glibberen en glijden. Eigenlijk nog heel erg lastig. Maar eigenlijk ging het buiten verwachting goed. Ik heb wel met de Rino voorgereden omdat ik gewoon dan net iets meer grip heb in de bochten. Maar het ging echt lekker. Werd echt super hard gereden. Op de laatste reed Pafla, die reed net weg. We reden met z'n vieren. Van 1 tot en met 4. Pafla en Elle Verlooy die reden weg. Alleen Elle die moest bij haar lossen. Maakte een technisch foutje. Waardoor wij net bij het laatste stukje aansloten. En net voor het technische stukje ben ik Nicky voorbij geschoten. En uiteindelijk ben ik als derde de finishstraat opgereden. En ook derde geworden. Het was weer actie. Want het laatste stukje was ik echt... Maar ik ben happy dat het vandaag iets lekkerder ging als een valkenburg. Bam. Nou ja, mooie bos bloemen mee naar huis en een kaas. Home sweet home. Het is bijna 11:30 en ik ben thuis. Poh, wel een lange dag zo. Maar ik moet zeggen, ik heb er wel van genoten. Woerden is helaas niet mijn favoriete rondje. Want ik ben een beetje huiverig voor om in het donker te rijden. Maar ik moet zeggen, ik heb er vandaag echt van genoten. Ze hadden er echt iets... Een super mooi rondje van gemaakt. Dat was lekker technisch. Mooi hoe het publiek er is. Hoeveel mensen mij komen aanmoedigen. Mij, nou al ons allemaal. Echt, daar heb ik echt van genoten. En ik was blij dat ik gewoon iets frisser voelde als een Valkenburg. En ik hou gewoon van iets lekker harde, snelle rondjes. Dus was tof. Nou, mijn fietsen staan weer ondertussen weer binnen. Die staan gewoon bij mij in de woonkamer. Hè? Goed voor je fietsjes zorgen. Nou, ik ga nu lekker slapen. En bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Ja.